Wat is volgens jou typisch Vlaams? Frieten, veel dialecten, koers zoals Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen. Ja, dat klopt, maar er is nog veel meer. Vandaag is de Canon van Vlaanderen voorgesteld. Een dik boek van zo'n 300 pagina's. Daarin staan 60 onderwerpen die typisch Vlaams zijn. Bijvoorbeeld personen, plaatsen, uitvindingen en boeken. Het boek is gemaakt omdat sommige politici vinden dat we te weinig weten over de geschiedenis van Vlaanderen. Als we door het boek bladeren, dan zien we dat er heel veel in staat. Bijvoorbeeld het muziekfestival Rock Werchter. En de typische Vlaamse sport, wielrennen. Daarom staat de belangrijkste wielerwedstrijd van ons land, de Ronde van Vlaanderen, ook in de canon. En ook Vlaamse kunst, zoals dit oude schilderij van kunstenaar Peter Paul Rubens. Er staat zelfs een typisch Vlaams woord in, en dat is goesting. Ik denk spontaan aan eten als ik dat woord hoor. Ik heb veel goesting in frieten. Ik zelf gebruik het woord ook niet zo vaak. Ik hoor kinderen het woord niet vaak gebruiken, maar meestal volwassenen. Nee, op school zal je geen les of toetsen krijgen over die Vlaamse canon. Er is wel een website met meer uitleg die je juf of meester kan gebruiken, bijvoorbeeld in de lesgeschiedenis. Hey, superleuk dat je deze video bekeken hebt. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan zeker niet te liken. En abonneren mag ook altijd. We hebben natuurlijk nog veel meer video's en die check je hier.